Een hele goede morgen. Wat is het plan vandaag? Want een nieuwe Big Beans video. We hebben de auto volgeladen met allemaal shit. Allemaal shit, heel veel shit. Meuk, zooi en misschien ook nog een beetje tyfusbende. Uiteraard. En we gaan vandaag, wat is het, bijna 10 uur naar Duitsland toe rijden. We staan nu trouwens nu op een, wat is het, een tankstation, parkeerplek. Ja, nou, we gaan jullie nu even een kleine tour geven van deze mooie parkeerplaats. Weet je, bijvoorbeeld allemaal vrachtwagens. Oh. En een Ian. Een Ian? Hey jongen, ga je niet mee naar Duitsland of zo? What the fuck is dit? What ga mee, ga mee! Nee. Wie ben jij? Yes, de Big Beans zijn weer samen met z'n drieën. We gaan op vakantie. Woo! Yes. Dus dat gaat geweldig worden. We gaan weer. Yes. Dit is mijn huis trouwens. Ja, je woont hier. Ja. We moesten hem toch ophalen, weet je? Ja. Ja, nou, cool. Thuis opgehaald jongen, wat een service. We gaan dus nu lekker 10 uurtje in de auto zitten. Het is nog donker zoals je ziet, want het is, hoe laat is het? 4:07. In de nacht, even. Ja. Dus dat wordt nog wat. Is het recording? Het is van 2 uur gereden. Cool. Zon is mooi. Lekker 130 toeren over de autobaan, niks mee te maken. Niks mee te maken, Pieter. Hoe zei je daar? Is hij dicht aan de zijkant? Ja, Toon. Hij is dicht aan de zijkant. Bruh. Vorig jaar hadden we zo'n soort momentje, stonden we ook op zo'n plek. En toen zei ik zo, dit is een auto, dit is een auto. En toen kwam er een coole cinematic, dit is een auto. We zijn nu dik over de helft. We moeten nog net iets minder als 5 uur. Nou mensen, we moeten nog ongeveer 4,5 uur rijden en zo. Daar ben je er klaar mee zo te horen. Ja, ik ben er best wel klaar mee. Vrienden, we zijn redelijk in de buurt. We zijn nu alleen een berg aan beklimmen met de auto. Ja, en die vind ik niet heel leuk. En die vrachtwagen voor ons heeft er ook moeite mee. Dat helpt voor mij ook niet. En hier zit het ding echt te vloeren. Ja, we gaan 20. En we gaan 28. Hey, we gingen net gewoon slomer omdat ik hem vloerde. What the fuck? Dit is wel echt een mooi stukje, jongens. Dan moet ik hem toegeven. Oh, we moesten net trouwens, dat heb ik jullie niet laten zien. We moesten net een vignet kopen in Oostenrijk. Ja. We moesten door Oostenrijk. Ja, die hebben hem daar inderdaad geplakt. Kijk, prachtig, machtig, prachtig. Yes, mensen, we hebben het gehaald. Ian, wat vond je van de rit? Ja, ik vond hem wel leuk, man. Ik vond vooral het laatste stukje vond ik wel intens. Maar wel leuk intens. Ja. Was wel een ervaring. Han, ben je nog moe? Ja. Nee, Han heeft een hangover. Een hangover. Ik doe wel nice uit, man. Ja, toch? Heel fancy. Hier gaan we pitten en de ISO omhoog. Oeh. Dus, jongens, eerste impressie. Cool. You called me, ne? Yes. Yesterday. Ja? Yeah. Yes. Hello, you here? Yes. We should have called, man. Yeah. He's incapable. He's incapable. That's a good point. Yo, ik zag iets in het appartement. Dat vond ik best wel cool. Kom mee. Dikke geluidsinstallatie. Met een mooie, mooie kastje. Twee mooie boxes. Daar eentje. Ik heb toevallig geen cd's meegenomen, maar... Misschien hebben ze hier nog wat leuks. Trek gewoon de eerste de beste eruit. Ken ik niet. Fuck is dit, ken ik niet. Heb ik een beetje metal ofzo? What the fuck is dit? What the fuck is dit? Eindstand, ze hebben geen metal. Kaners. Oh, kut, ik kan hem niet. Hey! Wat gaan we nu doen? We gaan naar Holzer Café. Daar hebben wij een ding waarvan we denken 50 meter dat lopen. Het is het is eigenlijk een beetje een restaurant. Daar, tenminste, maar je kan daar vast ook een paar pilsjes drinken. Dat denk ik ook weer. Nou mensen, we zitten hier dus nu aan de bar met Ian. Ja, met Ian en Han. En Bean. En met een snapmap. Kijk. Een klein pilsje. Luister, een grote kleine pilsje is hem zien. Het is wel echt een klein pilsje hoor. Ja, echt een klein pilsje.